Vanavond zijn we te gast op basisschool De Regenboog in onze eigen Valuwe in Kuik. Want hier is een hele leuke, sfeervolle wintermarkt. En daar gaan we graag eens even een kijkje nemen. Loopt u mee? En op deze druk bezochte kerstmarkt heb ik even een paar dames achter de kraampjes uitgeplukt. Want stel jezelf even voor, jij bent? Fien. Ik ben Maya. Hoi, ik ben Chanel. Nou dames, en jullie zijn druk bezig hier vandaag op de kerstmarkt met allerlei dingen. Hè? Wat doe jij zoal? Wij zijn achter een kraam om geld te gaan verdienen. Hier kan je geld inleveren voor muntjes en daarmee kan je dan weer dingen uit kramen. En de helft van het geld gaat gewoon hier naar de regenboog. En de andere helft gaat de leerlingenraad samen morgen naar de stichting ALS brengen in Nijmegen. Ja, want jullie gaan dus naar Serious Request toe. Ja, wij gaan morgen als het goed is naar het Glazen Huis. En dan gaan we het geld inleveren dat wij hebben verzameld. Ja. En hebben jullie vaker een kerstmarkt gehad met zo'n goed doel eraan? Nou, dat weet ik niet, want ik ben pas deze jaar nieuw gekomen in groep 8, dus dat weet ik niet. Nee, dat kan je niet weten dan. Jij weet het wel. Ik zit hier al van groep 1 tot en met groep 6 op school. En we hebben nog nooit zo'n goed doel gehad, omdat we meestal er niet heen konden of dat soort dingen. Nu is het eigenlijk best dichtbij hier. Dus dit jaar gaan we voor Stichting ALS... bij het Glazen Huis inzamelen. En wat vind je ervan dat ze zo'n goed doel hebben gekozen? Ja, ik vind het wel belangrijk voor de mensen die eigenlijk die ALS hebben. Want ik vind het heel zielig voor hun. Ze zijn eigenlijk soort van gevangen in hun eigen lichaam. Dus ik vind het belangrijk en ook heel goed van deze school dat we dat doen. En heb je er zin in om morgen naar Nijmegen te vertrekken? Ja, op zich wel, want de vorige keer, ik ben gisteren er ook heen geweest, naar het Glazen Huis. En daar was het heel leuk. En het was vooral heel leuk omdat ik toen ik klein was altijd had gedroomd om de mensen die radio maken te zien. En dat zag ik toen. En ja, dat was een soort van droom die uitkwam. Ja. Nou, jullie zijn hartstikke goed bezig. Jullie mogen trots zijn op jezelf hoor. Goed gedaan. En dan hou ik jullie niet langer van het werk, want jij moet achter een kraampje. Jij moet gaan dansen. Ik hoop dat jullie hartstikke veel geld ophalen. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Fijne dag. Ja, en ik heb ook even een van de ouders voor de camera gesleept. Jij bent? Marloes. Marloes, jij bent ook betrokken bij dit project. Hoe komt dat? Ik ben naast ouder van een kind hier op school. Heb ik helaas ook te maken met de vreselijke ziekte ALS. En dat is omdat mijn moeder dit jaar te horen gekregen heeft dat zij ook ALS heeft. Dus dat is mijn betrokkenheid hierin. Met For Serious Request ben ik de afgelopen weken, maanden eigenlijk bezig geweest met gastlessen geven op heel veel verschillende scholen in de regio. En zo natuurlijk ook op ons eigen schooltje. Ja. Ja. En was je eerder al betrokken bij Serious Request of bij ALS of zo? Of is dat echt gekomen nou door je moeder? Niet bij Serious Request. Ik ken het natuurlijk wel van de afgelopen eerdere 20 edities. En hebben we wel vaker gedoneerd. Maar nu doordat mijn moeder dit heeft, ja, dan is die hechtere betrokkenheid bij Stichting ALS ontstaan. Ja. En die gastlessen geven, dat lukt gewoon zo bij de kinderen hier? Ja, dat is echt ontzettend leuk. Kinderen zijn super betrokken. Het is gewoon heel mooi om ze wat uit te leggen over de ziekte, over Serious Request, wat doen die. En dan ook gewoon een beetje uitleg geven over wat is eigenlijk ALS. En dat is soms heel heftig, maar toch een beetje met een beetje humor erbij en dingetjes proberen te laten ervaren, heb ik dat eigenlijk alleen maar als heel mooi ervaren. En de leerlingen zijn super betrokken en heel open en eerlijk. Soms is dat heel confronterend voor mij, maar dat is niet erg. Ook dat is een stukje verwerkingsproces. Dat is helemaal prima. Ja.
Hopelijk halen jullie gigantisch veel geld op. Ja, daar gaan we voor. Zeker weten. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Het was een fantastische wintermarkt gisteravond. We hebben een bedrag van 1000 euro opgehaald voor Stichting ALS. Dat hebben de kinderen aangeboden aan de DJ's in het Glazen Huis.